Maarten Prinsen is nu enkele maanden de directeur van Theater Marcant in Uden. En hij geeft toe dat is niet altijd gemakkelijk. We hebben het lekker druk. We zijn met een klein team en we hebben natuurlijk een publieksgericht product. En dat vergt toch wel veel, veel arbeid, ja. En het is op dit moment best moeilijk in het theaterwereldje. Uh, vooral om de zalen vol te krijgen. En uh, daar, daar, daar ben je dan erg druk mee. En dat kost wel wat zorgen. Ja. Want het leukste is als die zaal helemaal hartstikke vol zit. Uh, was er was zelfs deze week nog, als we de zaal dan uh, nagenoeg bijna helemaal vol met het niet-grote vermijden uh, orkest uit Rotterdam. En uh, ja, dat is altijd populair wel in Uden. Maar ja, geweldig artiesten. En als die zaal dan vol zit, denk je niet. dan is dat wel heel erg leuk. En dan twee toegiften. En dan krijg je we wel echt weer uh, goede zin voor de toekomst. Ja. Toen hij in de rol van theaterdirecteur stapte, had Maarten nog maar weinig ervaring en voeling met de theater. Ja, maar ook het theater is een bedrijf. En uh, de producties die op de bühne staan, uh, zie ik ook wel echt als een product. En uh, dat veel mensen moet trekken. Dus uh, ik mag het ook wel vergelijken met een bedrijf. En dan zijn er ook wel heel veel dingetjes hetzelfde. Uh, het bedrijf waar ik natuurlijk vandaan kwam, hadden we het product uh, stoelen, tafels. En dit, uh, ik zeg niet dat die stoel stoelen een tafel is, maar het is wel een product waar mensen voor komen. En uh, zo kijk ik er ook wel naar. En het, dan blijkt toch wel dat het toch wel een, gewoon echt een, een, een bedrijf is. Ja, wat je bedrijf. Ondanks dat dit een pittige baan is, houdt hij goede moed en heeft hij ambitieuze voornemens. We hebben ingezet op veel roering. En dat betekent dat uh, op weg naar Markant Ude uh, met de nieuwbouw van de evenementenhal, dat wij toch wel heel graag willen dat uh, uh, het laagdrempeliger wordt en dat iedereen toegankelijk is en dat, voelt, dat iedereen voelt dat dit het, het theater van hun is. Nou, Daar gaan we op inzetten door de mensen te omarmen. Dat klinkt allemaal heel makkelijk. Dat is misschien een stukje emotie. Maar door, ons, door te luisteren naar de mensen, door te luisteren naar onze vrienden van het theater, door te luisteren naar de sponsors. Zijn wij toch wel denk ik op weg om uh, met die input van die mensen er ook echt iets mee gaan te doen. En dat wil zeggen dat je op vele fronten mensen krijgt die iets gaan vinden of iets gaan zeggen. En dat doen mensen al wel. Maar door er echt naar te luisteren en dat te analyseren, denk ik wel dat we de komende jaren iets goeds neer kunnen gaan zetten. En ook de komst van de evenementenhal naast het theater zorgt voor nieuwe plannen en positieve vooruitzichten. Een avondje Marcant Ude wordt wel een bijzonder moment. En dat betekent dat niet alleen het programma, de productie die er staat, natuurlijk goed is. Daar zal de eerste zijn waarvoor je naar het theater komt of na Marcant Ude. Maar er rondomheen gaat ook alles kloppen. Een stukje gastvrijheid, hapje eten, een mooie nazit, traffic, een hoop gezelligheid. Ik denk wel dat dat de basis is van een avondje naar mijn kant, is altijd leuk.